Dames en heren, het is weer zover. Welkom bij de Schaatstaxi. De show waarin elke aflevering een interviewer al vragend een schaatser naar zijn bestemming brengt. Een interview voor onderweg. Schaatstaxi, Jokosso. Vier bij Kajus. Kai. Ja. De World Cup is hier nu bezig. De World Cup finale. Ja. Volgend jaar... Ben je ook aan de slag of niet? Ja, hopelijk wel natuurlijk. Ik ga wel mijn best te doen voor, want ik ben dit jaar best wel dichtbij je top gekomen. Ja. En goed, kijken is leuk, maar meedoen is natuurlijk veel leuker. Dus ja, ik hoop het wel, ja. Ja, ja ook het deze zat je natuurlijk best wel dichtbij de Olympische Spelen al. Dat moet wel een goede boost hebben gegeven aan je zelfvertrouwen. Ja, jawel. Ja, dat is zeker een goede boost, want ik had eigenlijk nog nooit zo dicht bij de top gezeten. Ja. Maar ja, ik heb wel zeg maar wel echt naar de KKT toegeleefd, want ik wou toch nog proberen om voor de Spelen te plaatsen, ook al wist ik dat de kans gewoon heel klein was. Ja, je hebt natuurlijk twee wereldtitels gepakt, ja. Fantastisch voor vooral van Nederland, dus de sprintafstanden, 500.000. Waren de prestaties in Sochi, was dat toch een motivatie voor jou? Van, zie je wel, Nederlanders kunnen wel, echt meedoen op de 500 meter. Nou goed, motivatie. Ik vond gewoon super gaaf dat Nederland gewoon zo goed reed in Sochi natuurlijk. Ja. Nederland reed eigenlijk goed op alle afstanden. Bijna alle afstanden gewonnen. Ja. Ja goed, dan ga je toch wel met een gevoel naar de WK van ja, wij zijn ook van Nederland en wij moeten ook wel een beetje gaan domineren. En we zitten nu in een auto, maar ja, het schijnt dat jij op de schaatsen beter progressie maakt dan in de auto. Oh, van wie heb je dat gehoord? Ja, nee, ik sprak hier dan met mensen. Oh ja, ja, klopt. Ja, ik ben nog steeds aan het lessen. Veel te lang al. Het schijnt dat je ook al een paar keer hebt afgereden, maar dat het niet helemaal succesvol is. Ja, goed. Ja, daar hou ik even mijn mond over. Daar kan ik niks over kwijt. Ja. Ren je gewoon te snel of niet? Ja, als sprinter? Ik ben gewoon denk toch wel een stuk beter op het ijs dan op de weg. Ja, goed. Waar hou je wel van? Wat doe je nog meer naast het schaatsen? Naast het schaatsen ben ik eigenlijk wel vrij... ik doe eigenlijk vrij weinig. Ik zit eigenlijk gewoon op school nog steeds. En, Dit jaar examen, toch? Ja. Gaat het lukken? Ik heb de laatste tijd wel heel druk gehad. Ik hoop het wel. Dus ik ga mijn best doen. En goed, ja, voor de rest, ik vind een beetje muziek maken vind ik leuk op de computer. En, muziek maken op de computer? Dus muziek componeren of zo? Ja, klopt. Ja. Maar goed, ik ben nog steeds niet zo super goed in. Ik ben nog steeds een beetje een beginneling in. Maar ik vind het hartstikke leuk om te doen. Voor de WK was het allemaal niet zo heel erg makkelijk fysiek, hè? Want nee, klopt. Een week voordat de WK begon, was je nog onzeker of dat je wel mee ging doen. Ja. Zie je nog last had van je ziekte. Ja, klopt, ja. Je had vijver, toch? Ja, dus, ja. Hoe kun je op zo'n hoog niveau presteren als je de week ervoor echt als zo'n vader erbij zit? Ik heb eigenlijk geen idee, want het NK Junior ging hartstikke goed bij mij. Daar reed ik echt een super 1500, wat echt van super hoog niveau was. En in één klap was ik helemaal kapot en kon ik gewoon een tijdje niks doen. Maar ik ging af en toe, echt na twee weken, ging ik even het ijs op en kijken hoe het met me ging, zeg maar. En technisch liep het gewoon lekker. Dus ik wist dat ik op techniek nog wel een prima rit kon rijden. Ja. Maar wat ik op het WK heb laten zien was wel van hoog niveau, maar het was nog zeker niet wat ik kan, zeg maar. Je hebt ook veel contact met de Japanse schaatsers, toch? Ja. Hoe reageerden die erop? Want die dachten opeens, wat is dit nou weer? Je versloeg ook in Japan, toch? Rechtstreeks wel. Ja, klopt, ja. Nee, dat zag ik niet zo snel aankomen, want Japan is best wel snel op de 500. Zoals de Japanners zijn vooral heel snel op de 500. Ja. En vooral op de openingen zijn ze verschrikkelijk snel. Dus goed, dat zag ik niet zo snel aankomen. Maar goed, ik ben ook half Japans, dus zo erg hadden ze het vast niet gevonden, denk ik, dat ik won. Nee, krijg je dan ook leuke reacties vanuit Japan? Ja, zeker. Die zijn toch wel een soort van trots op je dat je dat... Ja, zeker. Ik heb ook een heleboel vrienden daar zitten en ze vinden het allemaal hartstikke leuk. Dus, Maar je hebt wel grote plannen dan, want je wilde je stiekem al plaatsen voor de Spelen. Ja. Voor twee keer wereldkampioen in de junioren en een zilveren medaille nog op de 15 meter. En deze week werd je gehuldigd bij jouw ijsclub. Nou, je mooie prestaties met de WK. En op Twitter zei je van hopelijk over 4 jaar weer. Ja, ik hoop het wel, ja. Dus na de Spelen van Zuid-Korea dan... Ja, dan hoop ik weer gehuldigd te worden dan.
ze zijn wel de bedoeling daar medailles te pakken. Ja? Ja. Of vind jij dan weer dan ben ik 23 en dan ben ik een echte man. Ja? Dan ben ik sterk genoeg en dan ga ik al voor medailles. Nou, top. Hopelijk zie ik je daar. Ja, hopelijk ook. Ja. Hey, hey.